Dat was echt een beetje een eis voor dit jaar om de kosten zo laag mogelijk zien te houden. Maar toch proberen om liefst als het kan altijd weer iets mooiers neer te zetten. Dan de Zwarte Cross, Down the Rabbit Hole, Huntepop. Het festivalseizoen gaat in Gelderland weer van start. De entreeprijzen zijn dit jaar gemiddeld met 9% gestegen. Maar toch kan het ook anders. Door bijvoorbeeld te bezuinigen op de kosten. Zoals bij Dreamfields Festival in Latum, komende zaterdag. We zijn bezig met de bouw van een Viking Wall, of een soort Viking Fort. Dat is wat het moet gaan worden. Dreamfields let dit jaar extra op de uitgaven. Het belangrijkste wat we eigenlijk dit jaar hebben gedaan is heel erg goed onderhandeld op alle inkoop. En ook de decorbouwer moet op de kleintjes letten. Dat was echt een beetje een eis voor dit jaar om de kosten zo laag mogelijk zien te houden. Maar toch proberen om liefst als het kan altijd weer iets mooiers neer te zetten. En omdat in dit podium echt heel veel 3D zit, was dat echt een uitdaging. En dat lukt. Wat ik gewoon heel leuk vind is recyclen. Dus om echt te kijken van wat hebben we liggen, hoe kunnen we dingen omsnijden, omdraaien, ander kleurtje. Daardoor is de stukken goedkoper. Ja. One man's trash is another man's treasure. Dus ik vind het altijd leuk om eigenlijk met zo min mogelijk spullen zo mooi mogelijk iets te maken. En ook dingen gewoon een tweede leven te kunnen geven. Nou, dat is goed gelukt. En daardoor hebben we de ticketprijs niet hoeven te verhogen. En de beleving? Die is hetzelfde, zo beloven beide heren.